Buurtling TV is vandaag aanwezig bij de verkiezing van de buurthond van het jaar 2010. Het was een drukte van je welste op het Animal Event in Safari Park Beekse Bergen. Honden uit heel Nederland hadden hun baasje meegenomen om de verkiezing bij te kunnen wonen. Buurthond van het jaar is natuurlijk ook niet een titel die je zomaar krijgt. Nou, hartelijk welkom bij de Buurthond van het jaar verkiezing 2010. Deze verkiezing wordt georganiseerd door petnieuws.nl en buurtlink.nl, de buurt op internet. Hallo, goedemiddag allemaal. Hallo. Kom gezellig bij. We zien inderdaad een hele spannende verkiezing. Je hoorde net al dat er zo ontzettend veel honden hebben meegedaan. Eigen basis de honden opgegeven. En dat ze zijn gecategoriseerd in provincies. Dat is wel heel leuk, want het wordt eigenlijk een beetje een misverkiezing op deze manier. We gaan snel in beraad en laten de uitslag direct weten. Eigen nummer 2! De buurthond van het jaar 2010 is geworden. Het is een gewone jongen met ADHD. We spraken ook nog even met Maaike, het baasje van Buk. Buk is buurthond van het jaar. Ben je blij met de titel? Ja, heel bijzonder. Echt super bijzonder. Had ik echt niet verwacht. Wat is er zo speciaal aan Buk? Ja, alles. Het is een hond die waar alles in zit. Hij is lief, hij is gehoorzaam. Hij is af en toe een beetje druk en hij heeft super veel humor. Heeft Buk nog verborgen talenten? Ik heb... een tijdje geleden hem opgegeven bij een raad van beheer. Die gaat hem medisch keuren. En daarna gaat de blindgeleide hondenschool hem keuren om te kijken of hij het in zich heeft. Maar ja, we hebben eigenlijk altijd heel goed bericht gehad. En daarna mag hij eventueel de opleiding tot blindgeleide hond gaan volgen. Dus als hij goed gekeurd wordt. Dus dat is nog even spannend. Maar we zijn er heel hard mee bezig.